Soulmate koppelen mensen heel vaak aan uh, een vrouw of je liefdesrelatie. Maar jouw soulmate kan ook gewoon uh, je maatje zijn die al jouw grappen begrijpt. Hey, uh, met Gilly's Loveline benaderen we de liefde vanuit verschillende kanten... met verschillende type mensen en hun verhalen. Maar dames, ik weet wat jullie het leukst vinden... Dat is wanneer mannen open en bloot, kwetsbaar en real over de liefde praten. En ook dat staat vandaag weer op het menu. Dus zeg je vriend of je man om een ommetje te gaan maken, want vandaag doe je het met. Paolo Lopez. Yes. Mimang. Hoe is het? Welkom, in McGillis. Love, hij nou, gaat het goed, man. Hoe gaat het met jou? Bij mij gaat het goed, man. Thanks for the invitation. Ik vind het leuk dat je er bent. Hey, Mimang, ik ging even checken, uh, waar is die Paolo mee bezig? En ik zie dat jij druk bezig bent met. Uh, het lijkt alsof jij af wil van Paolo Lopez van Love Island. Want je bent een hele presentator met je eigen <laughs> show, heb ik gezien. Klopt, eh? klopt, klopt. Ik wil niet alleen bekend zijn als Paolo van Love Island. Want ja. uh, ik geloof erin. Dat ik veel meer dan dat ben. Ik yes. kan meer, ik heb meer in mijn sas En uh, ja, man, leuke dingen wil ik doen. Dat, dat is het belangrijkste voor mij. Hé, hey, maar uh, dat betekent niet dat dat. Uh, uh, dat was toch. Uh, het is wel zeker wel een blessing geweest, toch? Of niet? Nee, zeker. Je bedoelt mijn deelname? Deelname aan uh, Love Island is een uh, reality datingshow, waarin je op zoek zal gaan naar de ware liefde. Klopt. Gaan we zo meteen over hebben of dat, dat, wat dat heeft opgeleverd. Ja, 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 maar ja, uh, ja. Uh, heb je het ervaren als een blessing? Zeker. Het was uh, een mooie ervaring. Het was een hele mooie ervaring. Het was iets unieks wat je doet. Het is een... Uh, het heeft heel veel deuren voor me geopend, in een good way. Um, en wat ik bedoel in een good way, het is maar net hoe jij in het programma gedraagt. Als jij... Uh, 100% jezelf bent en 100% ja, ja. gedragen hoe je, je wilt gedragen, dan word je niet verkeerd afgeschilderd of wordt er uh, alleen maar toffe dingen over je gezegd. En dat was bij mij ook het geval. Uh, het heeft heel veel deuren voor me geopend, ik heb toffe nieuwe mensen ontdekt. Uh, ik ben erachter gekomen dat ik me comfortabel achter, maar ook voor een camera voel. Ja, ja. En uh, ja, echt, echt, ik zie hoe het productie-wijs is gegaan. Ik heb he vrienden voor het leven gemaakt. En oh, dat is leuk. Ja leuk. man, ik, uh, ik, ben, ik ben die mensen heel heel dankbaar voor die ervaring. Want het uh, 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 is mooi dat je dat zegt. Je, uh, uh, je bent erachter gekomen hoe je voor de camera en achter de camera uh, bent. Ja. Uh, dat is waarschijnlijk ook de reden waarom je er uh, aan mee hebt gedaan. Ja. Want zo'n so keel als ik, ik zei het er al achter de schermen. Oh. Ik zat met mijn vooroordelen uh, over dit soort shows. Zijn ja. gewoon niet mijn type shows. Ja. Want het vooroordeel van mij dan, laat me over mezelf praten. Is oh, dat zijn oppervlakkige mensen ja. die, weet ik veel, ja. 15 minuten uh, fame willen. Of whatever. Ja. Uh, heel erg judgmental, geef ik toe. Vind ik zelf een hele lelijke karaktereigenschap. En dan betrap ik mezelf erop van: hé, hey, man, je bent heel erg aan het judgen ja, hier. Zonder ja. dat je die mensen kans hebt gegeven of die show überhaupt hebt gekeken. Nee, weet je, het is, je bent niet de enige die zo denkt. Uh, het is vaak dat als mensen me aanspreken of mij leren kennen. dan krijg ik vaak als reactie van: oh, ik wist niet dat je zo was. Mm. Uh, wat ze vaak verwachten is dat je wat arroganter bent of niet open bent of. Uh, ze twijfelen aan je intelligentie, merk ik ook soms. Ja. En dan uh, ja, laat ik gewoon zien: de real me laat ik zien. Denk ze, oh, juist hij is best wel een relaxed guy. Mm -hmm, of hij is best mm -hmm. wel opa, hij is best wel down to Hij earth. is best wel niet wat ik dacht. Nee, precies. Hij dat. is heel erg niet wat ik dacht. De <laughs> ja. je. En, uh, en het verschil tussen jou, wat jij hebt gedaan, is dat jij iedereen heeft aannames. Ja. Uh, maar jij hebt mij de kans gegeven om mij te ontmoeten. En dat, dat is het verschil. Veel ja, mensen die plaatsen je gelijk in een hokje van, oh nee. En gelijk aan de telefoon had ik al zoiets van. Maar ik vind dat mooi, hè? Wanneer ja. ik word geconfronteerd uh, met dingen uh, over mezelf. Yeah, dingen yeah, dat yeah, ik zeg, yeah. ah, dat vind ik minder mooi van mezelf. Uh -huh. Dus uh, nee, I appreciate that. En ik deel dat dan ook openlijk. Ik merk Het is altijd de goodie. Hé, maar zo'n show, je zei het was een blessing. Ja. Uh, uh, we, en we hebben het over vooroordelen. Ja. Maar uh, is dat niet in de weg gaan, gaan staan uh, met hoe vrouwen jou benaderen? Of als ja. jij ze benadert. Ja. Dat dat opeens niet een blessing is? Um, mooie vraag, mooie vraag. Want het is, uh, vrouwen bekijken je nu anders. Ja. Dus stel je voor dat ik nu ergens binnenloop, is er altijd iemand die denkt: oh, volgens mij is dat die gozer van. Dus dan uh, zit je in een twijfel: van benadert ze mij omdat ze me een leuke jongen vinden, of benadert ze mij omdat ze me op tv heeft gezien? Just, dat is meer de afweging. En dan hoop je altijd dat het, het eerst is, uh, omdat je dan een hele andere soort connectie hebt. Ja, uh, tuurlijk. Zijn er mensen die je herkennen en waarmee je nog steeds een connectie hebt. Maar vaak is het meer een... Uh, het gesprek wordt meer een interview dan een echte gesprek. Oh, of dat als, lijkt me zo lastig. Ja. Ja, ja, ja. En dat verhaaltje, dat ben je gewoon honderden keer aan het herhalen. Ja, ja, ja. En op een gegeven moment ho ja, dan hoop je toch dat er iemand is die gewoon... Of je herkent en dan gewoon normaal doet. Of je helemaal niet kent en waarmee je gewoon een toffe connectie maakt. Man. Ja, ja, ja. Maar uh, 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 is het... Uh, 80% van wat je omschrijft: van ah, jammer, ze, ze is hier voor wat anders, of ze is hier uit nieuwsgierigheid, hey. of ze is hier voor. Want we leven in een tijd waar iedereen in de pitje kan staan en wil staan. Ja. Met ja. allerlei social media. Uh, dus misschien is een foto al wel voor ze komen van hé, hey, ik ben met zus en zo. Nee, kijk, dat is, kijk, er is gewoon een verschil van benadering. Veel mensen die benaderen om gewoon laf te geven. Van hé, hey, tof wat je gedaan hebt. Oh, of hey, leuk om jou in het echt te zien. Of uh, zo ik totaal niet verwacht dat je zo zou zijn in het echt. Weet je, dat soort leuke berichten ontvang ik het meest. Dat is echt die 80%. En dan zit er wel een klein percentage die gewoon uh, met jou chillen, omdat jij het bent van tv. Dat is wat minder. En, en de meeste doen gewoon hartstikke normaal man. Uh, heel relaxed. Maar je hebt, je hebt de mensen tussen zitten... ...die echt... ...je merkt ook gewoon het verschil... <laughs> ...of ze wat voor je wil of niet. Yeah. En, ja, maar ja. bevind jij je in de club? Want het draait ook om de setting. Ja, 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 bevind je ja, ja, ja. je in de club vaak? Nou, ik ben wel eens op een feestje te vinden. Oké. Okay. Ja, en ja, dat ja. is weer een andere uh, doelgroep dan? Uh, Omzet. Als je in de club bent... ...op een festival... ...hebben mensen... Een, ja, wat meer lef, omdat ze natuurlijk uh, gedronken hebben of weet ik veel wat. Juist. Ja, en dan spreek je ze gewoon aan. En dan uh, soms ja. krijg je een hele liefde serenade in je oor <laughs> Serieus? Ja, heb je niet altijd zin in. Maar, maar, maar jij lijkt uh, het me gebeurt. echt een beleefde dude die het gewoon aanluistert. Van oké, okay, hey, thanks hè. Ja, thanks. weet je, dat is... Uh, Terwijl je er uh, helemaal geen zin in hebt misschien. Nee, nee, weet je, ik ga wel altijd gewoon het gesprek aan. Oké, oké, ik. probeer ook gewoon te blijven. Ja, dat, zo ben ik gewoon, man. Ik Want kan ik niet alles snel, doen. maar nee. Zoals jij Ik kan het ook. Ja, ja. Het zou wel veel tijd varen. <laughs> ja, precies. En energie. <laughs> en energie, ja. Oké, ja, 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 ja. oké. Okay, okay. ja. Nee, doop, doop, doop. Uh, uh, maar, oké. Okay. Als we het nou toch even erover hebben. Uh, ja. Laten we eerlijk zijn, want ik denk dan van niet. Uh, hm. Maar heeft het je ware liefde opgeleverd? Mede aan die show, wat, zoge <laughs> wat, wat zogenaamd het doel is? Het is ja. natuurlijk allemaal entertainment. Zelfs ja, ja. het journaal is entertainment. Dus ja, uh, ja. Um, of ik ware liefde heb gevonden, is dat de vraag? Ja. Ik, heb, uh, ik ben uit het programma gaan met een dame. En wat ik daarmee bedoel is dat wij uh, waren elkaar ge gekoppeld. Ja. En wij vonden elkaar gewoon, gewoon leuk. Want jij maar was tot in de finale gekomen, hè? In de finale gekomen, inderdaad. En dat betekent dat het publiek maar, uh, ons tot in de finale heeft gestemd. Dus zij vonden ons ook leuker uitzien en ook bij elkaar passen. Ja. Maar je moet niet vergeten: op televisie. Zie 24-7 dat we met elkaar bezig zijn. Maar uiteindelijk ja. was ik daar maar twee, tweeënhalve week mee met iemand. En ik vind ja. dat dat toch kort is om te beslissen van... oh, ik wil in een relatie stappen, ja of nee. Dus hebben we heel openlijk tegen elkaar ook gezegd... oké, okay, we gaan gewoon in Nederland checken. Ja. Of we in onze eigen omgeving zijn. Hoe we dan met elkaar omgaan. Oh, hebben jullie ook gedaan? Ja, we hebben het gewoon geprobeerd. Je gaat okay. gewoon met elkaar kletsen, uh, daten naar elkaar. Ze, zij woonden in een andere stad, nou, dan ga je daar even langs. Ja. En uh, nou, kon, uiteindelijk was gebleken dat het toch uh, ja, gewoon... Helaas geen romantische klik. Was. Juist. En, uh, en, we, en we zijn nu nog steeds gewoon vrienden, man. Dus af en toe zullen oh, we elkaar is nog een beetje dat, dat is misschien nog mooier. Het is super tof, man. Yeah. Ja, ja. Wat volwassen ook. Ja, man. moed. Oh, ja. Maar dan hadden die mensen toch gelijk dat jullie bij elkaar passen. Maar dan in een andere vorm. Precies. Ja. ja. Hé, hey, ik, ik zeg je eerlijk, ik ben niet zo volwassen. Hè? Dus oh. als ik. Ja, dit is dan hier is dan een televisieshow aangekoppeld. Ja. Maar ik ga je straight-up zeggen. Als ik het doel had mm -hmm. om een dame. Uh, mijn vriendin, vrouw of gezellig mee te hebben in bed. Ja. En uh, zij zegt nee man, maar ik wil wel vrienden blijven. Nou, fuck dat shit. Ik zeg je eerlijk, <laughs> dat, is, dat is hetzelfde als ik ga solliciteren bij een school. Ik wil een directeur zijn. Zeg ze zegt nee, daarvoor kun je niet gebruiken, maar je kan een concertje worden aan ja, ja. een play that shit. Ik nee. zeg eerlijk, maar het is een ego ding, maar is past ook, ook bij mijn karakter. Ik denk dat het echt een ego ding is, want uh, een, uh, een vriendschap met een vrouw is ook gewoon waardevol. En wat ik daarmee bedoel is ja, dat. Ja, klopt, maar daar kwam ik niet voor. Nee, nee, nee. 100%. Kijk. Kijk, ik heb het wel geprobeerd om, om de liefde te vinden. Om gewoon even te gaan daten. Je hebt dat geprobeerd. Nou, dat werkt niet. Dat betekent niet dat ik jou als mijn vijand ga zien. Of dat ik nooit meer met je hebt. Nee, 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 heb. geen vijand. Geen vijand. Maar, uh... Er zijn ook geen besties. Hè? Het is ook niet dat ik elke yeah. week elke dag met haar aan het bellen ben. Ja, maar ja, ja. als ze iets tof doet, dan zeg ik wel hey, leuk gedaan. Of, ze, of andersom ook, ja, dus, Oh ja, ja, maar dit is niet eens uh, specifiek. Maar het voorbeeld van dat je komt, yeah. voor ik kwam voor dit. Yeah. You're a bigger man than me, laat me het zo zeggen. Nee, weet je wat het is? Als je, als je ik, jou heb, ik heb er de karakter niet voor. Dan, dan niet zien we het altijd als een verlies. Kijk, bij mij is. Het, ik ga er open in. Ja. Dus of we krijgen die connecties, of we worden gewoon. Of het is een goede kennis die ik erbij heb. Dus mm -hmm. het is win-win, man. Oké, okay, nee, zo... mooi. Ja, dat is jouw persoonlijkheid. Nee, ja, mooi. En ik vind ja. het mooi om te horen. Maar ik weet dat ik niet zo in elkaar Ja, maar dat is ook goed dat jij jezelf zo kent. Maar jij zegt, je zegt het mooi. Je ziet het, als het, je ziet het als een verlies. Dat vind ik een goeie. Ja. En jij ziet het sowieso niet als een verlies. Nee man, zeker niet. Ja, maar weet je wat het ook is? Ik neem vriendschap uh, ook uh, heel erg serieus. Oké. Okay. Super serieus. Dus ik kan niet gewoon zeggen, oh ja, dat doen we de tweede optie of de andere optie, vrienden. Yeah. Nee, want ook dat moet groeien en zich bewijzen, 100%. vind ik. En, Begrijp je? en wat jij ik noem dat jou ook niet goed. zomaar mijn vriend. Nee, 100%. En wat jij doet, dat is ook goed. Want dat is gewoon, uh, daardoor hou je je cirkel klein, maar ook vertrouwd. Boom. Dus ik snap 100% wat jij bedoelt. je? Ja, weet maar. wat we elkaar hebben en weet ik van, eh, hey, die fundering klopt. Dit was niet vanuit... Uh, wa 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 Oké, okay, als man zijnde. Yes. Dit probeer ik dan te begrijpen. Dit okay. gaan we nu behandelen ter plekke. Yo. Want er is dus uh, seksuele aantrekking en al dat soort dingen, dat verdwijnt ja. toch niet? Nee. Dat dat verdwijnt, oh, nu zie ik je als een mattie. Nee, nee, tuurlijk niet. Dat is er nog. Nee, da ja, is is dat discipline en controle tuurlijk, wat je Als ik naar haar de kijk, denk ik <laughs> nog steeds, oh, zie dat Zie je nog steeds, nog steeds wat je een zag, hele knappe vrouw. <laughs> ja, natuurlijk. dat verandert niet. Okay. Maar je gaat uh, bepaalde grenzen voor jezelf stellen van, oké, okay, uh, we tried, niet gelukt. Dat maakt haar in mijn ogen niet een minder mooie vrouw. Zeker niet. Maar je weet dat uit te schakelen of zo. Of, uh... ja, 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 eigenlijk wel, man. Okay, ja, okay. Je bepaalt gewoon je grenzen: van oké, okay, uh, tot hier en niet verder. En ik, zij respecteert mijn keuze en ik die van haar. En dat is het belangrijkste, man. Kan jij met een, uh, een vrouw gaan. Mm -hmm. die nog steeds besties is met een ex-vriend? Wauw. Uh, dat is een hele goede. Oh, man. dit is op een andere ja, level, ja, ja, zie je? Ja, ja, ja. <laughs> uh, ik denk het niet, man. Dus zij is het nog het steeds moeilijk. vrienden ja. met haar ex? Ja, nee. Dan, en ziet hem geregeld? Nee, weet je wat het is? Uh, voor mij is vriendschap uh, iets heel waardevols, net als wat jij hebt aangegeven. Uh, maar als er iets intiems aan gekoppeld is... Voor jou? Voor mij, maar er is wel iets intiems. Als, die spanning, dat blijft. Net als wat ik net had aangegeven, ja. dat blijft. Dus als hij haar ziet, of andersom... In their mind, ergens in hun achterhoofd, blijven ze nog steeds iets voor elkaar voelen. En daar zit ik gewoon niet zo lekker mee. Dan komt mijn ego wel om de hoek <laughs> kijken. Zo van: joh bro, je ja, laat accept dit. Is dat ego? Mm, ja, want ik denk het wel. Want uh, zij hebben al een connectie voordat jij er was. Juist. En nu ga ik bepalen: van, Nee, ik wil niet dat dat gebeurt. Dus en dan zelfs is het als ego. jij ervan overtuigd zou zijn, van, uh, uh, dus dit is iets waar je later achter komt, niet ja. heel veel later. Maar niet meteen. Hè? Jullie daten vier keer of zo, vijf keer. En dan komt op tafel van: hé, hey, uh, uh, want dat is hoe vrouwen dat aanpakken. Mm -hmm. <laughs> nou <yo. laughs> ja. Uh, het komt niet gelijk, maar het komt een beetje van. Ja, mijn, uh, mijn vriend. Uh, Erik, en dan, weet je, dan hoor je mannennaam. Oh ja, oké. Okay. En jij bent ook nog een rol van dat jij alles tolereert. Ah, oké. Okay. Yeah, yeah, yeah. Maar dan komt er echt dan. En weer Erik. Ik zeg weer Erik. Yeah. Ja, Erik, we hadden vroeger uh, een relatie. En yeah. dan ben je al een ietsje verder. Maar ja. dan vind je er al inmiddels leuk. Mm -hmm. En dan komt steeds meer naar boven hoe diep die relatie eigenlijk is en ja. is geweest. Ja. Maar tegelijkertijd merk je ook van hé, hey, wauw, het is echt een leuke dame. En ik zie iets voor ons. Ja. Uh, uh, wat, wat doe je dan? Ja, dan. Um... Nee, echt een toffe vraag is dit. Dan is uh, communication is key, man. En ik, uh, ik vind in een relatie dat je niet moet veranderen, maar je mag je wel aanpassen aan elkaar. Als ik van tevoren heb aangegeven: hé, hey, uh, tuurlijk, je, je kan mannelijke vrienden hebben, maar ik vind het gewoon niet fijn. Ik vind jullie geschiedenis niet fijn en ik weet niet hoe ik daarmee om moet gaan. Ja. Dan moet zij dat respecteren door een klein beetje afstand te nemen. Je hoeft niet meer elke dag met hem te bellen. Je hoeft niet meer elke dag uh, wat te gaan doen met hem. Dat moet gewoon gaan minderen. En ik vind. Uh, als jij mij leuk genoeg vindt, let me know who this guy is, man. Hou hem niet als geheim. Ik wil een handje schudden, even zijn vibe aanvoelen. En soms merk je van, hé, hey, het is echt vriendschap. En dan, uh, ik weet niet of ik dan alsnog volledig ga accepteren. <laughs> want die Erik, hij blijft in je achterhoofd, <laughs> ja. man. Hey, die Erik, ik weet niet wat. <laughs> Erik ja, is, is, is lastig. Ja, Erik is lastig. Erik is lastig. Maar als je... het Erik een Fly Guy is, maakt het nog moeilijker. Oh, ook nog, ja. Uh, ja, ja, mag dat niet. Maar, maar, maar oké. Okay. Maar check, ik vind dat jij hier redelijke dingen zegt. En je benadering is ook uh, redelijk. Alleen ik weet dat vrouwen nu luisteren. En die horen het woord moet voorbij komen. Ja, ja, ja. Dat moet veranderen. Dat moet worden ja. aangepast. En er zijn triggerwoorden voor 100%. ze. 100%. Uh, uh, maar je moet ook even eerlijk met jezelf zijn, denk ik. Uh, mm -hmm. Als vrouw zijnde. Uh, als ik over ego praat, dan is het. Zwart-wit uh, is het dit. Zeg, hey, die man heeft je je lichaam gezien. Alles van je gezien. Heeft je meegemaakt. En al ja, dat soort dingen. I can't handle that. Uh, die gedachte. Ja. Maar dan is het wel een vrouw waarvan je denkt: van dit is wel een vrouw waarmee ik zou kunnen eindigen. Ja. Uh, misschien is de vraag: zie jij dat dat dwars gaat zitten en dat je dan uit liefde moet zeggen: van liever doen we dit niet? Of zeggen van, laat me kijken of ik ermee ga kunnen omgaan. Ik denk een tweede man. Ik laat Erik niet Echt, mijn route bepalen. Want wat er oh, nu is gebeurt is dat Erik ertussen is gaan staan. Mm -hmm. Ik irriteer me aan Erik. Tenminste, ik irriteer me aan de geschiedenis of de relatie die ze heeft met Erik. Ja, dan, dan, dan ga ik hem iets goeds niet laten verpesten. Dus ik ga het altijd proberen. En als ze het echt aan me blijven klagen, dan, 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 dan moet het niet zo zijn, man. Weet je wat ik ideaal zou vinden? Wat? Uh, als Erik wegging. Nee, 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 nee. Twee kanten. Dat Erik is toch dan zogenaamd echt vrienden, daarom mm -hmm. is hij daar. Mm -hmm. Erik is ook een man. Dat Erik begrijpt van, nou, dit is nou cool. Niet, ja, niet voor jou. Jij bent echt dol op hem. Ja. Is niet fijn voor hem. Ja step back a little. Alright, yeah. Onze vriendschap blijft bestaan, yeah. uh, want ik vind ook niet dat die man. Uh, ik ben nu Erik die praat, hè? Ja, toch? Uh, die man, ik, hij vindt dat ik niet op zijn, uh, zijn pad moet storen, ja. maar hij moet ook niet onze vriendschap storen. Nee, precies. Dat ga ik ook niet toelaten, precies. maar ik ben een man, ik begrijp dat wel. Ja, man. Dus we trekken hem terug. We groeten niet meer drie kusjes, we hangen niet meer zo vaak. Precies. We gaan niet meer intiem met de bioscoop. We houden contact. We blijven bellen. We blijven voor elkaar zijn. Ja, toch? Ja, man. Dat zou Erik een dope dude maken. Zou dat naar die Erik dan. En die Erik zou ik zeggen: Erik. <laughs> ik ken een leuke vrouw voor jou. Ja, ja, ja. ja ik zou een ja, ja, leuke ja. vrouw voor Erik regelen. Ja, ja, want het ja. sounds like a good dude. Ja, ja. Dat zou ideaal zijn. Ja. Want ik vind dat die vrouw ook moet, door moet hebben. Dit zou eigenlijk. Ja, het is moeilijk om te bespreken hoe jij het zei. Ja. Dat is mooi. Maar ja. ik zeg het je is nog niet genoeg, want de vrouw hoort moeten. Ik moet helemaal niks en dat en zo. Vooral als vriendinnen in het spel zijn. Wat ja, zei hij? Ja, 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 je moet wat? Dat moet stoppen. <laughs> ja, 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 ja. Zei hij dat? <laughs> Maaiju, die vriendin heeft al heel lang zelf geen vrienden. Die is single for life. Wat zei hij? Nee man, dan moet je hem skorten man. Ja, ja ja ja. Die vriendin. Zonder vrienden is de, de grotere relatietherapie. Die ja, ja ja ja. Dus adviseur nummer één. Ja, ja. Staat op uh, uh, speed dial. Zeker, zeker. <laughs> Nee, oké, okay, oké, okay, cool, nee. Ik zeg je eerlijk, nee, nee. Doen nee. Nee, nee, doen we niet. Nee, het is moeilijk. In je hebt, je hebt zo'n situatie heb je gewoon liever niet, man. Liever niet, hè? Nee. Maar het kan wel, het bestaat wel, I know. Of en er bestaan ook dudes die daarmee om kunnen gaan. Ja. Ik ben die dude niet. Ik hoor je, man. <laughs> ik hoor je, man. <laughs> en jij speelt met de gedachte van, je moet even checken. Ja, moet checken. Nee, nee, maar... hangt toch af hoe leuk zij hey, is, Hé, uh, ware liefde uh, doet dingen met je. Wie I weet, uh, wie weet ben je op misschien ben jij opeens bereid dingen aan te passen. Snap je? Ja, Maar daar zit het hem ook in hè, compromis. Vice versa. Water bij de wijn. Ja man. Oké, okay, oké, okay. nou redelijke doet ben je, <laughs> als, je daar, als je daarop aankomt. Uh, Trouwens, wat is je status? Ik ben vrijgezel. Oh je ja. chilling. Oké, oké. Relaxed, Ja, het is uh, tuurlijk. Ik heb ik heb wel een dame ontmoet waarmee ik uh, gewoon wat meer spreek en uh, af en ja. toe afspreek. Leuke dingen mee doe. Weet je dat wel? Leuk, goed zo. Maar, maar ik ben nu niet. Uh, uh, ik zit nu niet in een relatie, nee man. Nee, oké, okay, oké, okay, oké, okay. dat is gezond. Ja. Uh, 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 heeft dat ook te maken, want je komt ook ambitieus over? Hè? Ik zei het, je bent een hele show begonnen op YouTube. Ja. Wat je goed doet trouwens. Thanks man. Uh, uh, Paolo uh, Lopez van uh, Love Island ja. is Paolo Lopez, de presentator van Invloed. Yes. Zo heet je show. Klopt man. Dat is waar we naartoe gaan, man. We doen ja, man. onze eigen dingen niet. I like that man. <laughs> ja. Nee, en je doet het goed. Uh, Thanks man. Uh, dus je houdt ook van creëren? Ja, ja man, ga... zeker weten. Diep. Waarom ik dat zeg is van, denk je dat er ruimte is voor hè, ambities hebben en al dat soort dingen? Is dat een bewuste keuze dat je zegt van, hey, ik wil eerst even een paar dingen voor mezelf ja. in deze single life in orde brengen. Nu ik single ben, ja. voordat ik sowieso iemand in mijn leven ga betrekken. Nee, ik denk dat een vrouw sowieso wel een aanvulling kan zijn. Uh, een vrouw moet geen beperking zijn. Dus stel je voor dat ik uh, een relatie nu krijg, ja. dan is dat gebaseerd op... Op love en hoeveel ik van haar kan leren en hoeveel zij van mij kan leren. Mm -hmm. Dus uh, zij moet maar accepteren dat ik daar nog niet ben, maar wel onderweg ben. En als zij me daarin kan steunen, ja, weet je, dat, dat is altijd fijn. Maar het is gewoon nu, uh, klopt inderdaad, ik heb nu gewoon een fully focus erop. Uh, ik, heb, ik heb doelen die, die ik heb. En um, ik hoop dat iemand ook kan begrijpen dat ik gewoon niet altijd tijd heb. Soms moet ik gewoon bij Gilly zitten bijvoorbeeld om mm -hmm. gewoon een gesprek aan te gaan in plaats van met haar. Uh, nu een filmpje te gaan kijken bijvoorbeeld. Weet je toch? Dus dat, het, het is een wisselwerking. Ik sta er. Ik sluit het niet helemaal af. Maar. I'm cool right now om single te zijn. Want het, ja, het ja, past nu gewoon ja, het 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 bij mijn leven. Het past nu gewoon bij mijn leven. Uh, ik hoef nergens rekening mee te houden. Ik hoef niet me te verantwoorden. Maar ik zeg niet dat een vrouw dat kan beperken of zo. Ja, maar ze moet wel de right one zijn om de titel vrouwtje te krijgen. Oké, okay, wat maakt dat de right one? Uh, dat, wat je net hebt geschetst? Nee, weet ik, dat, dat weet ik dus nog niet. Oh, oh, ben, daar uh, moet je ook ik, nog achter ik komen. Vind, ik vind het heel moeilijk. En, en dit is niet... Uh, ik wil niet zeggen dat degene waarmee ik nu spreek... dat zij niet de right one is. Maar ik ben er mentaal nee, gewoon, nog niet, ja, ja, ja. gewoon nog niet echt mee bezig... of nog niet, nog niet echt een plek ja. geven. Want communiceer ik ook. Um, want ik ben nu, denk ik, vier... Ja, toch wel vier jaar vrij gezellig. Vier en een half jaar. Oké. Okay. Het is niet dat, het, dat er geen aanbod is... of dat ik niet iemand ben tegengekomen. Het is gewoon... ja. Als je er niet 100% voor kan gaan, dan liever niet, man. Juist. Oh, jij ja, bent een dude die als je gaat, dan ga je voelen ja. in een relatie. Tenminste, ik wil die dude zijn. Oké, okay, oké. Okay. Ja, in je hoofd is dat wat je wilt. Precies. Maar heb je het wel eens meegemaakt dan, dat je vol bent gegaan in een relatie? Uh, dus ja, echt tuurlijk. toegewijd? Ja, wel toegewijd, maar ik ben nooit blind verliefd geweest. Het is dat ik wel altijd gewoon. Um, oh, dat is het, ja, dat moet jou nog overkomen. Ik, ik ken dat niet, echt blind verliefd. Hoe mensen dat omschrijven: van Shiz Donio en dat als hij weg is, dat ik alleen aan haar denk. Juist, dat, juist. dat ken ik niet. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is mooi, maar te, tenminste tegelijkertijd, want dat houdt jou dus nu zo lekker nuchter. Dat houdt mij nuchter. <laughs> en ik weet, niet, ik weet niet of het een curse is, ik weet niet of het een blessing is. <laughs> ja, Daar nee, zit ja. ik niet in. Van, okay. nee, ik vind dat het je sowieso moet overkomen om. Dan ga ik je weer uitnodigen. Ja. Let's talk again, Ja, ja, ja want, <laughs> want dan heb je pas echt. Ik ja. hoor wel eens mensen praten over die heartbreak die je echt helemaal. Ja, ja. ik ken dat niet, man. Uh, die, uh, die, Tuurlijk, het, is, het doet pijn om iemand kwijt te raken. Naar een relatie yeah. te gaan, het is niet yeah. leuk, maar yeah. echt dat ik. Yeah. In, ik hoor boys die zeggen van bro, ik moest gewoon huilen. En ik, uh, ik kwam mijn deur niet meer uit. Ja. Ik ken dat niet meer. Maar ik denk ook dat jij privileged bent wat dat betreft. Dat, uh, waarom? Omdat, kijk... Je bent een mooi boy en waarom kan ik dat zeggen? Wat niet bent. omdat ik dat herken, maar ik ben een man en ik zie dat niet. Eee. Maar als ik tegen mijn uh, uh, meisje zeg, kijk deze kill komt bij mij langs. Ze zeggen: ja, ja, moet je doen. Weet je wie hij is? Nee, 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 maar moet je doen. Dat, van vrouwen zijn openvlakkig. Vrouwen zijn openvlakkig, punt. En ik sta daar achter. Ze nee, zeggen, moet je doen. Dus dan denk ik van, oh, wat is een mooi boy. Oké, okay, cool, gaan we scoren. Maar dat, dat, daarmee bedoel ik dus... Jij zal aanbod hebben inderdaad. En jij ik heb gewoon. Jij kan gewoon een keuze maken. En jij hebt gewoon de privilege om te zeggen. Weet je wat, ik ga even gewoon niet focussen. Uh, dus jij ja. weet ook niet hoe het is om, zoals een andere doet, misschien. Ja. Echt meer van zichzelf moet laten zien voordat mm. überhaupt interesse wordt uh, gewekt bij een vrouw. Ik snap, ik snap wat je bedoelt inderdaad. Het is niet, kijk, ik wil niet uh, arrogant nu doen. Nee, of nee, nee. Gaan lopen, maar, uh, die het... meisjes hebben jou niet zomaar geselecteerd voor Love Island. Nee, maar het is, uh, ik krijg makkelijk een connectie. Want mm. kijk, een connectie begint natuurlijk op uiterlijk. Dat is, dat is nummer één. Ja. Nou, dan zie je iemand en dan mag je, mag je praten. En hoe daarna gaat, dat bepaal jij eens, man. Ja, ja. Als jij gewoon een suffe guy bent. dan gaat de vrouw gewoon niet doorpraten. Ja. Maar het is gewoon dat ik altijd. Uh... Op één niveau met vrouwen praten. En wat ik daarmee bedoel, is hoe ik tegen een man zou praten. Zo zou ik ook tegen een vrouw praten. En natuurlijk niet op de flirterige manier naar een man toe, maar meer gewoon van: oké, okay. ik ga gewoon een babbeltje maken. respect en gewoon qua ego, persoon. Van, ja, Laat man. me zien wie je bent. Oh, dat is dope. Gewoon een babbeltje ja. maken. De grappen die ik met jou zou maken, zou ik ja. ook met haar maken. En ik denk dat dat ervoor zorgt dat je sneller een connectie hebt. Ja. En waardoor je toch naar de volgende stap kan gaan bij een vrouw. Of het nou vriendschap wordt, of, of je een kennis of het wordt iets ro uh, romantisch dat hey, is game, man. Deze man spit game. Ik weet nog niet goed of hij uh, de player-achtige dude is. Komt hij niet over. Maar dat is game. Dat is game. Vrouw benaderen zoals je manspersoon benadert. Ja, man. Want dan voelt zij zich gerespecteerd en gezien, waarschijnlijk. Ja, that's the key, man. dat is de key, man. Wees gewoon jezelf. Waarom? Wat heel veel. Mannen doen tenminste wat ik hoor: verhalen van boys dat ze een personage opzetten. Dat ze ineens zo gaan praten: ja, schatje, dit, dat, bla bla bla. Wat wel zo is, denk ik, dat hoe dan ook, ondanks je zo real mogelijk houdt, wat ik ook doe. Toch, ook vanuit de vrouwkant ontmoet je de vertegenwoordiger uh, van elkaar. Tuurlijk. De eerste keer. Hond ik laat Begrijp je. Dat, ik laat sowieso de beste kant van mij zien. Ja. 100%. Dat daar. Die ben chick ik mee. komt niet zo naar je toe lopen. Hey, Paulo. Ja. Ja. ik Kom helemaal dit gedacht. Helemaal mooi. Maar toch, uh, uh, zo goed als mogelijk jezelf presenteren als Paulo. Dat is sowieso. Maar dat is gewoon eerste indruk. En dat is bij. Uh, Weet je, Als ik ergens binnenloop, heb ik van mijn vader geleerd. Ja. Kijk iemand aan, geef hem een stevige hand. Ja. En dat uh, vertaal ik weer door naar hoe ik ook met vrouwen praat. Dus jij bent niet die doet, uh, laten we als de club als setting nemen. Ja. Ja? Uh, zit een dame, en we, je, je gaat naar de club. Met, je hebt eigenlijk in je achterhoofd van hey, gezelligheid, laten we het zo noemen. Zeker. Dus jij zegt niet van hé, hey dame, jij zegt van hey uh, Paolo, uh, stevige hand en al de... dat werkt niet in de club nee, toch? Nee, nee 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 dat werkt zeker niet in de club in de club wat, mij, wat bij mij helpt is ik probeer eens oogcontact Je te krijgen met ogen. ja oogcontact ja. weet ik oké okay, ik heb een ingang ja, ja, ja. Uh, ze heeft mij toegang gegeven <laughs> om te gaan praten en dan vaak begint het gewoon met iets heel simpels man bijvoorbeeld uh, ik zie dat uh, ik hou van uh, matchy shoes bijvoorbeeld zie ik hé, hey, toffe sneakers man mm -hmm. en dan zeg ik het en dan draai ik om en dan ga ik weg en dan, de, 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 wat er al vaak gebeurt is, dat dan denk ik, oh, ze verwachten dat je daarna, je hebt een ingang en dan verwachten ze daarna dat je helemaal het gesprek aangaat. Maar ik hou het gewoon, even checken hoe die eerste reactie is. En ja. als die goed is, dan, ja, dan, ik kom je vast nog wel een keer tegen, toch? En dan gaan we weer kletsen. Je laat me denken aan een mooi boy, Marty van mij. Wij waren uh, uh, op een festival. Uh, Shout-out naar mijn homeboy, Daniel. Hij kent het verhaal wel. Ik herhaal het elke keer weer. Ja, ja, ja. Want daar is weer het bewijs. Ik zeg, zie je hoe oppervlakkig vrouwen zijn. Ik ben een uh, mooie dame aan het versieren met allemaal takjes. Ja. Hey, Dames en zo. En als, je dat, en als je niet weet van weet je, dat is alleen wat ik heb probeer. dat moet je begrijpen. Ze geven me niet eens een seconde tijd aandacht van. Mm -hmm. Hij komt langs, zelfde dame. Weet je wat hij zegt? Heb je hakken aan? <laughs> ja slaat nergens op. haar reacties slaat nergens op. Ja, 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 ja. nu kom ik als een haat erover. Ja, nee ja, ja. nee nee. maar, nee, nee, maar, maar ik snap het ik keek naar, ik denk, ja, nee, met en inderdaad, hij neemt er mee. Ja, ja, ja. maar kijk, het, 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 het verschilt ook per vrouw. wat ja. zeg je voor jij zou dit tegen een ja, ander type vrouw klop, zeggen? Klop, klop. Ze, oh, die staat en dat die dat is hij vindt het leuk, hij geeft me een complimentje. precies. het verschilt op, zeg maar wat ik net deed. Ja. dat werkt ook niet bij elke vrouw. niet elke vrouw houdt van gepraat. Nee. En niet elke vrouw houdt ervan als je en sommige vrouwen vinden het wel leuk als je even 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 fysiek. Ik weet we leven in 2022, ja. maar ik zeg het je. Ja. Even zo aanraken. Ja. Om van hé dame. Ja. Heel veel kunnen dat niet waarderen Nee, natuurlijk. Ik, ik, ik is ook niet mijn stijl by the way. Niet mijn stijl, maar ik, sommige uh... vinden dat oké. Okay. Nee, ik, de percentage die het oké okay vindt, is volgens mij lager dan de percentage die het... Ik, ik mag het, het hopen. <laughs> dus, ik mag het, ik hopen. Mag het ook ja, hopen, dus, ja, ja. die risico neem ik niet. Ja, nee, nee, Pas nee. als ik nee, merk ik vind het okay. zelf niet eens leuk om te doen. Nee, daarom. Ik zou het zelf daarom. niet eens doen. Nee, ja. het is uh, zoals jij, iedereen heeft zijn game. Bij de een ja. werkt het goed, bij de ander werkt het wat minder goed. Maar, heb jij probably... game? Heb jij game? Durf je dat over jezelf te zeggen? Ik heb wel game, denk ik. Ja? ja dat ja. Ja, Je bent dan... bijna beledigd, zeker. Nee, nee, ja. Kinder, ja. ja nee, want je zou denken: zo doe het als je hoeft geen game te hebben. Daarom gaf ik het voorbeeld. Nee, je moet, die man Die mat niet van mij. Je... Shout out, Mimok. Ja, 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 ja. Ik bedoel niet ja, ja. verkeerd, maar die had op dat moment geen game, laten we het zo zeggen. Geen maar het game. was ook helemaal niet nodig. Maar dan is dat zijn game. Ja, oh, dan is dat zijn game. Snap je? Kom opdagen en zeggen: heb je akker?" Ja. Ja, kl ja, klopt. Ja, 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 ja. hij knew. Hij, hij had goed ingesteld. Oké, okay, dat ziet eruit als een minder een oppervlakkig type. Ja. Ik praat tegen nee, Akka, man. Ik zeg, ik zeg: hij is gewoon verwend. Hij, hoeft uber, ja, ja, ja. hij heeft überhaupt niet zoveel moeite te is doen. Ook die energy die hij heeft. En als hij, en als hij ja, dat klopt. Dus dat, en dat is een zijn, blessing. Zijn zelfverzekerdheid ja. uh, heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat ja, ja, ja. zij toch zijn aandacht kreeg. True. Misschien, true. Stond die wat? Ja, weet ik veel wat hij helemaal deze. Maar zo jij de hebt energie. game in ieder geval, zeg je. Uh, ik, kan, ik kan praten. Ja. Ja, okay. Want is dat. Uh, uh, wat vind jij belangrijk aan een vrouw? Vind jij dat überhaupt aantrekkelijk als zo'n vrouw gewoon? Uh, ja, omdat jij uh, Paulo bent van Love Island, of omdat je er uh, leuk. Ze vind je er leuk uitzien. Ja. Uh, is dat genoeg voor jou om te zeggen? Ja, oké, okay, laten we kijken. Um, ik of heb hoop... jij meer nodig? Moet jij natuurlijk naja, om getriggerd te worden? Ik merk nu, des oud, uh, dus ouder ik word, ik ben nu 29, dat ik het uh, veel belangrijker vind als ik met een vrouw ben dat ik ook nog echt een goed gesprek met haar kan voeren. En dat bedoel ik niet, ik hoef niet over het universum meteen met haar te praten, <laughs> maar het moet wel een wisselwerking zijn. Zij moet mij triggeren. Ja. Anders ja, ben ik gewoon mijn tijd aan het verspillen, heb ik het gevoel. En uh, het begint altijd op uiterlijk. Dus hoe je het went of keert, ja, ik kan ja, wel ja. zeggen, innerlijk is belangrijk, maar bij mij begint het bij uiterlijk. Dat is nee, de goed. reden waarom ik op je stap. Mm. En als ik dan nog merk van, oh, ze is echt leuk, we hebben gelijkenissen. Bijvoorbeeld met muziek, bijvoorbeeld als we vergelijkenissen oh, hebben met muziek. Belangrijk. Dat vind ik een hele belangrijke, dat is ook een hele hoge en belangrijke maatstaf voor mij, ik dat we goede ik, muziek smaakt. Ik probeer niet zoveel te onthullen over dingen die ik leuk vind. Lukt ja. me niet altijd ja. uh, omdat je wil een bepaald soort dingen bewaren. Uh, mm. Privacy, als ze daarop aankomen. Praat hier open en eerlijk, maar ja. kom op. Maar ik moet toegeven, als we zelf muziek smaak hebben, maar toch tot in de diepte in, dat ze zegt de, dit nummer en daarom en mm. deze en, dan zegt ze, en deze dan. Ja, ja. En dan ja, zei, ja. Oh, mijn God. Ja, ja dat scoort zo. Dat heb jij ook. Ik dat... ga heel slecht op mensen die alleen popmuziek luisteren. Oké, ah, oké. Okay, Wat okay. ik daarmee bedoel is, uh, tuurlijk, het mag je genre zijn, maar sommige mensen luisteren alleen maar top 40 muziek. Omdat nee, dat jou wordt gevoerd, toch? Ja, gepresenteerd, je krijgt het overal, en dan zeg je: Oh, dat, oh, vind, dat ik vind, leuk. vind ik leuk. Ja, ja, ja. Maar oh, okay, voor okay. mij heb je dan geen mening. Ja, uh, ja. Tenminste, hebben geen uh, smaak. Ja, ja. Vind ik ook. Vind ik als ook. jij gaat al is jou uh, al is het rock. Als jij daar, daarin gaat en je laat me zien: Ja, red hot chili peppers, under the bridge. Het is een goed nummer van die en die. Ja? Dan denk ja. ik: Oké, okay, let me okay. listen to that song. Ja. Of het mijn smaak is, dat is het tweede. Maar het uh, feit alleen al dat ze. Uh, de diepte ervan probeert diep, te laten zien. Precies. Ik, en ook ja, ja. waarom ze het luistert of een beetje research heb gedaan, ja, daar ga ik echt goed op. Man. Dus ja. als een vrouw zo'n connectie heeft met muziek, dan ja. heb je me al helemaal. Helemaal. Welk nummer zou je moeten horen? Je naar na, uh, Waggi of je naar Osso? Wanneer je daar komt en dat je zegt van oh shit, dat zij gelijk drie punten heeft gescoord. Of welk artiest? Um, so, Wauw. Die zet je me... Dan, dan, hangt het, okay, dan, dan denk ik toch wel. Als een vrouw naar Sade luistert. Oh ja? Dus uh, Swedish taboe. Ja, ja, ja. dat oh, soort ja. Nummers, dan weet ik. Oké, okay, <laughs> she knows RB. Ze <laughs> is op een level. She, she op een level. luistert RB, dat luister ik ook. Ja. Maar dit is een diepere laag van Soul RB. <laughs> ja, daar ja. heeft ze ja. Ja, hem helemaal. Als dat op de achtergrond staat, een kaarsje aan. <laughs> meer heb ik niet nodig. Oké, oké. Okay, okay, ja, ja, ja. Nee, belangrijk. Muziek, <laughs> ja, 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 ja. Zo zie je maar, dames. Zo zie je maar. Ja, voor, het zal niet voor iedereen gelden. Nee, maar nee, nee, voor mij ja. wel, hoor. Ja, ja, muziek, ik zal muziek. niet onthullen. Ik kan je wel een keer vertellen. Mm -hmm. En ik heb dat maar één keer meegemaakt en nooit meer. Want dat is echt... Uh, niet veel mensen luisteren naar dat. Ik was bij een dame. En zij was misschien ook nog vijf jaar jonger dan mij. Mm. Ik was bij de osso en dit, was, dit is al lang geleden dus dit is niet Spotify en dat soort dingen dit is ja, echt ja. muziek dus waar zij naar luistert ja. uh, dus zij heeft die CD daadwerkelijk neergezet juist gekocht en in de ja. en zij draaide Billie Holiday, okay. Stormy Weather, en dat is mijn shit. All right. Ik, ik ben een. Uh, 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 hoe verder je teruggaat, hoe beter muziek is. En vooral de jaren 60, 70. Uh, Sam Cooke, Billie Holiday, jersey achtige uh, en, en deep soul achtige pokus. Ja, ja. Uh, ja, dan heb je. En ik had dat nog nooit meegemaakt. En ook nooit meer daarna meegemaakt. Je, dus ja. props naar jou. Uh, you know who you are als je kijkt. Uh, uh, nee, maar dan heb je me. Ja, De, ja. Maar, maar ik ben een romanticus, hè, by the way. Alright. Ik denk dan gelijk van: oh nee, maar dan gaan we trouwen. Ja, 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 nee maar, al... nee, maar dan gaan we trouwen. Ja, gaat dat ja dan ben realiseren. ik ver, hè? Ja, nee, nee, nee dan ben ik ver. Want ik <laughs> dat ben, heb ik weer niet, man. Dat ik, heb ik, weer niet, ik, ik ben een romanticus. Ik hoor het. Ja, ja. Uh, uh, maar jij bent dat dus niet? Ik zou mezelf niet kwalificeren of tenminste plaatsen als romantica. Nee? nee? Jij kijkt dingen uh, best wel nuchter aan? Ja, van... Paulus lief, maar geen Romeo. Oké, okay, oké. Okay, hey, goeie, goeie, goeie. Oké, okay, nee, niet. Nee, ja, geen Romeo. Dat geen is Romeo. Is en de reden wat ik dat, dat ik dat zeg is dat ik... Uh, uh, ik ken het concept bijvoorbeeld niet van hoe mensen romantiek omschrijven. En, en ik heb het over het algemene beeld van ja. over romantiek. Dat je kaarsjes neerlegt of dat je een bloemetje stuurt of dat je... Uh, Want dat ken je niet? Uh, nee. Ik zie het niet om. Uh, ik, zie, ik heb het ook niet direct in mijn omgeving gezien. Okay. Mijn uh, romantiek is. Uh, een goed gesprek. Dat vind ik al. Uh, 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 heel wat, man. Echt, echt die diep erin. Of. Uh, iets onthouden hebben. Dat vind, ik, dat vind ik dan romantisch. Bijvoorbeeld dat ik heb gezegd: hé, hey, dat is een uh, leuke restaurant. En dat ze ineens. Ja, dat is ga... considering. Maar even nu. Maar echt romantisch? Ik nee, kan mezelf heeft... niet omschrijven als echt waar? Oh Oh uh, ja, Nee, dat man. kan, dat, je dat, niet, dat ja, ja. je dat niet hebt. En ik zou die skill wel willen hebben. Oh, oké. Okay. Ja, maar je moet het wel voelen, want dadelijk... Precies, want... En, en weet je wie jou dat gaat laten voelen? Die dame die jou wel helemaal... Ja, want ja. dan, dat is wat de, mannen, de meeste ja. man overkomt... dan ga je opeens gekke dingen doen die je ja, nooit ja, ja, ja. gewend bent te doen. Precies, precies. En dan ga je jezelf een beetje... Ga je eigenlijk misschien lachen naar jezelf van... waar ben je mee bezig, man? Nee, precies. <laughs> ik denk, wat, wat ik wel doe bijvoorbeeld... is dat ik uh, me aanpas aan een vrouw bijvoorbeeld... Uh, wandelen of zo. Bijvoorbeeld, ik, het, ik ga niet zomaar wandelen. Maar als zij dat tof vindt om te doen, oh ja. dan sta ik ervoor open om, om het op zijn minst te proberen. Okay. Dat is mijn vorm van romantiek. Ja, ja, ja. Maar ik wou soms ook met mijn vrienden praten en dan zeggen ze: Ik heb dit en dat gedaan met mijn vrouw. Dus denk ik: ja. Ja. ja, ja, ja. Jij, begrijpt jij moet die vrouw nog tegenkomen, denk ik, die dat uit je haalt. Want het liefst moet het je niet gezegd worden. Hè? Het moet echt uit jezelf komen. Precies, precies. En het is niet dat ik niet niks doe doe. Dus nooit jij, dus zeg, jij maar... weet niet wat het is. Om uh, 57 kaarsen aan te steken. en dat je vinger helemaal zwart is verbrand. omdat je die aansteken de hele tijd gebruikt. Dat ken jij niet, hè? Geen. Ik heb blauw geen vingerafdruk idee. meer. Idee. Dus ik, ik, ik breek nu vrij in bij mijn ex. Ja, 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 om ja, 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 ze te stalken. Want ik heb ja, ja, toch geen vingerafdruk het ja, 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 toch niet. It's is gone. <hij prison�> nee, een geitje. Een beetje. Helemaal <hijscreche> hey, interessant. Maar ja. dat is dope dat je zegt. Ik, ja. ik ben niet de meest romantische dude. Nee, maar ik wil, ik, ik wil die skills wel leren, denk ik. Ja. Oké, okay, oké. Okay. Ja, Interessant. Nee, ik ben wel... En, en, en dit is eigenlijk wat ik bedoelde, hoor. Dus ik heb ook een romantische kijk op de liefde. Je zou denken van, hé, hey, ik ben een stouter, toch? Vergeet je niet. Maar uh, als het aankomt op het verliefd worden en onder de indruk zijn mm -hmm. van een vrouw... Ja, dan komt de romantiek snel naar boven. All right. Ja, ja. Uh, ik neem aan dat je dat niet voor iedereen doet. Nee, dat zeg ik. Dus wanneer dat wel oh, sorry, gebeurt. Oh, sorry, sorry. Dat gebeurt, dat niet, vaak. Dat gebeurt ja, okay. niet vaak. Maar als het gebeurt... Luister, ik ga een uitspraak doen, want dit is wat ik laatst heb ontdekt aan mezelf. Maar ik ben dus hoe ouder je wordt, je ziet dat je verandert, toch? Klopt. En ook uh, hoe je dingen benadert en vrouwen en de liefde of sowieso relaties. Klopt, klopt. Dit is waar ik achter ben gekomen. Ik kan niet uh, meer bemoeien met... Ik wil eigenlijk met een losbandige vrouw. Laat me het zo zeggen. Okay. In de zin van een, een, een vrouw die, uh, die alleen, eigenlijk voor de one-night-stand er is. Of voor de gezelligheid en die hoeft verder niks. Yeah. Waarom? Als je met mij bemoeit, ga je een, uh, rom je gaat een ontbijtje krijgen. Ik ga je door je okay. haar strelen waarschijnlijk. Okay. Misschien gaan we kroelen. Maar dat is niet voor iedereen. Nee, hey, zeker niet. Begrijp je? Ja. Yeah. Dus dan moet ik ook niet bemoeien met iedereen. Ah, dus dat is waar ik, ik nu ben. Die snap ik. Ik, so, sommige type vrouwen zijn niet meer voor mij. Mm -hmm. En al een tijdje niet meer. Mm -hmm. Alleen het duurde even. Uh, uh, dit, is, uh, <laughs> dit is grappig om te zeggen, maar het is echt gebeurd. Ik heb dus uh, romantisch uh, misschien een keer proberen te doen met een chick die er helemaal niet van was gediend. Hoe ging dat? Hoe ging dat? Uh, die, ik, die staat zo van... <laughs> die ja. van het werkt gewoon niet. Ja, ja, en toen ja, ja. merkte hij: Oh, maar dude, nee, je bent voorbij dit man. Jij ja. wilt niet meer dit soort type uh, vrouwen. Kreeg jij toen de stempel: Je bent te lief? Uh, dat is ook een uitspraak die veel vrouwen ik, maken. Ik, ik, luister, ik lach, uh, ik, ik lach mannen altijd uit die die krijgen. Want ik zeg: uh, niet, niet dat ik ze uitlach, ja. want ik ben niet die man. Maar ik kreeg dus wel van mezelf het idee van: Oh, wacht even. Ah. Ja. Want dat is niet het geval hoor. Ja, 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 ja. <laughs> ik kreeg, wat ik dus doorhad is dat ik, ik kan, ik heb vrouwen ook behandeld als hoogst. Ik ga niet voor je liegen. Right. Eerlijk gezegd, uh, iedereen zijn rol. Yeah. Uh, en ik waardeer ze ook. Ik zeg het, ik ben een stouter geweest. <laughs> Alleen ik merk nu dat ik daar geen behoefte meer aan heb. Duidelijk, duidelijk. Uh, een vrouw die zichzelf... Uh, 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 niks mis mee hoor. Want, uh, mannen zijn ook hoogst, kan je zeggen. Huh? Losbandig en... Uh, uh, Zeker. Dit is hem gewoon niet voor mij. Ik ben niet meer in lijn ermee. Ja, Wat jij ja. zegt is waar. Maar alleen ik zeg tegen, altijd tegen mannen... Hey, probeer niet de man te zijn waarvan ze zeggen... Uh, ja, hij is te lief. Nee, en nee, ik nee. zeg je eerlijk... Nee. ik vind dat dat soort vrouwen... verdienen alle karma die op hun afkomt. Goed of slecht. Oh, oké. Okay. Het gesprek gaat even de andere kant op. Ja, ik had is niet goed. dat je deze kant op zou gaan. Is al goed. Hij is te lief. Mm -hmm. Wat moet hij zijn dan? Moet hij... Wat moet hij zijn? Ik, ik, het, hoe kan een man te lief zijn? De uitspraak zonder context is niet nice. Dus Geven ze context wat het zou. Uh, nee, dat alleen, zeg maar. Hij, ja, is hij is te lief. Als je dat leest of als je dat ziet en je, en je kent niks, dan denk je: wow, hoe kan je dat over iemand zeggen? Maar mm -hmm. er zijn boys, er zijn genoeg boys die volledig veranderen voor een vrouw. En wat ik daarmee bedoel, is dat ze bijvoorbeeld in eigen mate links laten liggen. Uh, dat ze hun eigen morale en waarden niet meer respecteren. Dat ze gewoon helemaal. Haar op, ja, haar eigenlijk op een, voetstuk zetten. op een voetstuk zetten. En dat moet je niet doen, vind ik. En Tuurlijk, volledig dienen en alles en rennen en wat alleen ja, om haar. Waarom staat er daar een naam voor? dat ja, ben je een simpel de beta man. De, de ben <laughs> je Wat is er onder dat ben je ja. below that. Be yourself man. Wees in alle tijden jezelf. Ga je niet volledig, verander niet voor een vrouw. Je kan je aanpassen aan een vrouw, ja. Maar ga nou niet, uh, uh, um, jezelf neerhalen nee, of kom, haar op een positie. poseren want, want dan, dan ben je, dan je niet jezelf. Je, je, alleen, je bent te lief. Alleen omdat je uh, bang bent dat je haar kwijtraakt of ja, zo, nog nooit heb je. Dan ga je handelen uit angst? Ja, 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 ja dat is niet boem. Je moet niet handelen uit angst van oh shit als ik haar nu als ik niet geen duizend bloemen voor haar koop gaat ze me verlaten. Nou, ja, ik, had het, ik had het meer hierover. Hij is te lief en dat betekent je bent gewoon met de verkeerde persoon inderdaad. 100 uh, Maar oké, okay, ander scenario. Die Kill is echt zo. Hij is zo. Hij is lief. Ja. Dan moet zij niet zeggen hij is te lief, dan moet zij zeggen hij is niet mijn type. Juist. Hele grote verschil. En, en, en dat wist je waarschijnlijk al van het begin waarschijnlijk. Ja. Ja. tuurlijk. Hij, uh, vanaf het begin deed hij al aardig. Vanaf het begin heeft hij uh, een bepaalde vorm van respect. Want misschien heeft zij meer prikkel nodig, weet je. Een oh, russietje hier en daar, een man tegengas. die tegengas geeft. Of die de leiding neemt. Of die want, de... Schat, we gaan nu, we gaan nu ja. daar ja, ja, eten. Ja, ja. Dus, dus, dus aan, aan, wie, aan wie ligt het nou? Ligt het dan aan hem of ligt het dan aan haar? Uh, aan beide. Uh, hij heeft. Nee, hij is wie hij is, toch? Hij is wie hij is, maar hij merkt ook van, oh, uh, shein, ik moet me. Ex... Ik moet, ik moet... Nee, je hebt wel gelijk. Je hebt wel gelijk, man. Hij is What? wie hij is. We dus. durven, je mag gewoon zeggen dat het naar haar ligt, hoor, anders doe ik het. Het ligt nee, naar nee, haar. Nee, het ligt dan aan haar. Want zij, hij is al vanaf het begin, is hij wel gewoon zichzelf geweest. Nee, ja. nu ben ik het wel met je eens. En in het begin vond ze het leuk, die aandacht. Ik, is ik zo... zat nog in mijn hoofd met boys die zich overdreven aardig vonden. Oh ja, nee, Dit is wie die kill is. Hij, hij is, is zo. zo. Ja, nee, hij is zo opgevoed. Ja. Hij, ik weet niet, hij heeft het om zich heen gezien, whatever. Ja. Ja. Dit is hij. Hij is lief. Hij kan ook niet anders. Het zou hem ook niet staan. Als ze haar niet kwijt willen raken, gaat hij opeens stoer doen of zo. Nee. En, ze, en uh, het staat gewoon niet. Nee, precies. <laughs> nee, en dan is het goed, want hij stays true to himself. Juist. Snap je? En dat is het allerbelangrijkste. En dat zij daar niet aan match. Wat? Oh, c'est la vie. Ja. En wat, uh, wat zij dan moet doen, zij moest gewoon vanaf het begin eerlijk zijn. Waarschijnlijk dacht ze van, oh, dit is nieuw. Een man ja, dit echt is nieuw, doen, die echt alles om me doet. Misschien komt ze net uit de relatie. Even, ja, laat me even kijken hoe dat gaat. Want die andere mannen behandelen me niet zo. Ja, ja en dan... Breng je hem zo ver, dan breng je hem in een waanidee. Dat laat je hem denken dat je hem leuk vindt. Mm. Dat is niet leuk voor hem. Nee, dat is niet leuk dat voor hem. Dat is niet hem, leuk hoor. voor Erik. En dan je... <laughs> Was dat Erik? Oh, dat was Erik, ja. Maar na Erik volg. Gilly. <laughs> ja, juist, juist. Dus het is allemaal goed, joh. Hey, maar als Erik die lieve doet blijkt te zijn, die te lief is. Ik kan dan door de vingers kijken. Ik zeg eerlijk. Ja ja ja, 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 ja. Omdat hij toch nog Als blij uh, dat ja. Erik. Dat zei ik, Oh. oh. Dat was uh, medelijdenpoesie, wat je man geeft. Oké, zo. to, to Erik, man. <laughs> Shout out naar alle Eriks, man. Shout out <laughs> naar alle Eriks. We <laughs> zitten hier, zit nu Erik te kijken. <laughs> Ene, een of andere mochum Erik zou doen, dat ben ik niet. Nee, een van mijn, <laughs> uh, een van mijn jeugdvrienden deed Erik. Ah, dus hij gaat okay. er terugkijken en denkt: yeah. uh, Hey bro. <laughs> nee hoor, Erik, is all to the goodie. Nee, dat is belangrijk. Ja. Dus uh, is wel degelijk uh, zo'n vrouw. Uh, dus, Oké, okay, maar een vrouw die meer prikkel nodig heeft. Ja, ja. Ja? Ja. En dat is haar recht natuurlijk. 100%. Uh, we hebben verschillende soorten types. We hebben te maken met sterrenbeelden en maanstanden en uh, numerologie en allerlei dingen. Uh, ja. Als je daarmee bezig zou houden, ja. wat veel mensen doen en ja. wat volgens mij ook praktisch is. Alleen ik ben, ik geloof in magie, hè? Mm. Dus ik wil dingen liever laten gebeuren en overkomen en whatever. Als ik, stel je voor dat ik me zou moeten bestuderen voor de liefde. Okay. Dat ik zou moeten studeren voordat ik de liefde instap, vind ik, vind ik is, niet, is niet voor mij. Liefde is niet voor jou? Of het nee, bestuderen. Het bestuderen. Dus wat is je sterrenbeeld, wat je, je de... ja, ja, ja. Uh, uh, levenspad. Maar ja. al die dingen zijn er. En Ik geloof er ook in. Ja. Uh, en matchen wij dan en dan bestuderen en dan in iets stappen. Ja, ja, ja. Ik, jij zegt jij bent niet romantisch, maar ik geloof wel in magie, hè. Ik laat het liever. Ik op. geloof 100% in magie. Oh, omdat, dat ik het, okay. omdat ik het wel zie. Uh, ik kom van een uh, gezin, mijn ouders zijn bij elkaar. Mijn broers hebben allemaal uh, een vrouw en een kind. Uh, mijn zus he, is al jaren met een man en die hebben kinderen. Dus is dat, dat cultureel? Want jij bent Café Ik ben Vidian, is, dat, is dat. Het is niet culturel? standaard dat dat bij nee, ons is, deze? maar ik ben gewoon geblest met een familie waar ik gewoon heel veel ja. uh, twee oude gezinnen heb. En tuurlijk, mensen, uh, dingen gaan, mensen kunnen uit elkaar gaan, dat wel. Tuurlijk, ja. Maar het is altijd, uh, ik heb altijd dat goede voorbeeld gezien. En dat is voor mij die magie. Dat is voor mij van oké, okay, ja, 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 ja. ik wil dat ook. Ja, ja, Weet je, dus, uh, ik ben ook de jongste thuis, dus dat zijn gewoon mijn grote voorbeelden. Ja. Um, ja. En als ik, dat, als ik dat ooit later kan krijgen, ja, that's the magic, man. Ja, 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 ja. ja man, zeker okay, weten is okay. the magic. Maar uh, ik denk dat jij een ander soort magie bedoelt, zeg maar. Nee, nee, nee. nee, dit ook? nee okay. Dat is wat ik bedoel, want dat zie je, maar ik vind dat ook magie, wat je hier beschrijft. Okay. Want dat is niet vanzelfsprekend. Nee, uh, nee, nee. Uh, uh, uit elkaar gaan. Als het niet gaat, ga je uit elkaar. Ja. Klinkt logisch. Klinkt gezond. Maar ik zit steeds meer na te denken over het concept van mensen van vroeger mm -hmm. uh, dat uit elkaar gaan eigenlijk niet de optie is. Nee, nee, nee. Economisch gezien zeker niet. Voor, ja, voor de economisch vrouw of, voor de vrouw of misschien sociaal. Weet je, dat social. waren toen de redenen. Ja, 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 ja. Maar als we dat nu zouden, het concept even dan niet economisch ja. of sociaal, maar gewoon zouden zeggen: van... nee, we blijven gewoon toegewijd. Dat hadden we toch afgesproken? Ja. We gaan dit afmaken. Ja. Ik irriteer me dood aan je. Ik erger me. Ja. Maar jij bent wel, jij en wij zijn wij. Ik geloof daar niet echt in, man. Nee? nee? Ik geloof erin dat je voor elkaar moet strijden. Ik geloof erin dat je het moet doen. Maar als jij je punt hebt bereikt, je plafond. Ja. Je, je haar bijvoorbeeld verandert om zeven jaar. En ik denk dat een mens dat ook heeft. Ik denk dat jij als type verandert. Dus het kan zijn dat je op een punt komt dat je uit, uit elkaar groeit. Ja. En veel mensen blijven in een relatie puur omdat, ik ga al tien jaar lang. Met juist, 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 juist. Maar dat is niet de enige reden waarom je bij elkaar moet blijven. Je draagt die schoen toch ook niet tien jaar lang, omdat je hem tien jaar lang hebt? Nee, als hij kapot is, is hij kapot en dan moet hij aan vervanging toe. En, um, en dat, dat, dat is voor mij geen legit reden om bij elkaar te blijven, omdat je een bepaalde lengte met elkaar bent. Je moet er alles aan doen, je moet ervoor strijden, je moet ervoor gaan. Daar ben ik het wel mee eens, maar je moet ook eerlijk met jezelf zijn. Als jij gelukkiger alleen bent, jij moet de regisseur zijn van je eigen leven. Je leven draait niet om. Honderd. Maar dan kan je ook zo daarna kijken: van jullie zijn al zo lang met elkaar. Ja. En jullie zijn nu in een periode waar het niet gaat. En die kan ja, ja, lang ja. duren. Ja, misschien is het al vier jaar, inderdaad. Maar jullie zijn vijftien jaar samen. Mm -hmm. En de laatste vier jaar ja, gaat het gewoon echt niet. Het gaat gewoon echt niet, inderdaad. Ja. Inderdaad, dan ga je uit elkaar, logischerwijs. Ja. Maar ik zeg, ik speel er alleen mee met de gedachte van. Stel je voor dat uit elkaar gaan geen optie is. Mm -hmm. He? Het, het, het komt niet eens in je denken voor. Ja, precies, precies. Ja? Ja. Laten we zeggen inderdaad, uh, cultureel of dat soort dingen. Sommige mensen doen dat gewoon niet. Ja, nee, sommige klopt. culturen. Dat komt niet eens voor. Ja. Dan denk ik, misschien word je gedwongen to make it work. Want je gaat dan uit elkaar en dan ga je weer een nieuwe relatie aan totdat over tien jaar die weer versleten is. En dan weer een nieuwe. Wat doen we hier? Ja. Ja. Dat vraag ik aan jou. Ja, nee, ik, ik, kijk, ik heb makkelijk praten. Ik heb nog nooit zo'n lange relatie gehad. Dus ik weet ook niet hoe dat is. Maar hoe ik het inbeeld, is bij mij gewoon... Ja, 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 zet duidelijk. jezelf ten alle tijd op nummer één. Ja, dat, zeker. Dat vind ik ben het ermee eens hoor. Ik zeg kijk, alleen. Ik... En, en de reden dat ik dit ook hardop zeg, ik ben nummer één in mezelf zet op nummer twee. Oh, ik, weet je, ik, ik zette ja, ja, mezelf wel ja, al ja, altijd in die positie. Terwijl ja, ja, ik nu... Misschien ja. is dat de reden waarom ik nu 4,5 jaar uh, nee, vrijgezaald ben. Me. Gewoon omdat ik gewoon. Ik kies voor mezelf. Dan begrijp ik hem Als ik het niet. Weet je, dat is meer mijn reden. En waarschijnlijk als ik Paolo ben die in een tienjarige relatie zit... Misschien praat ik dan heel anders, weet je. Dat ik dan zeg van, joh, je moet gewoon gaan. You gotta try it, want mm -hmm. we hebben al iets moois opgebouwd. Ja. Uh, maar hoe ik het nu zie... Ja. Als het niet werkt, werkt het niet, man. Ja, 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 ja. we, moeten, we hey, moeten door. dan heb je gewonnen. Als je zegt van ik ben gewend mezelf op nummer 2 te zetten. Ja, dat was uh, ik inderdaad. Dus nu ligt de focus echt mezelf op nummer 1 zetten. Ja, man. Dat, uh, I back that up immediately. Dat is ja. heel belangrijk, ja, inderdaad. Ben, ja, dan, ja, 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 ja. Zeker. Ja. Vooral als je gewend bent jezelf op nummer 2 te zetten. Dat is een beetje herkenbaar, namelijk. Right. Uh, en niet zomaar mensen die ik voor me zet hoor. Uh, mm. Maar toch, je moet jezelf uh, op nummer 1 zetten. Ja, klopt. En dat is moeilijk, omdat je dan mensen, je moet nee zeggen tegen mensen, je moet mensen teleurstellen. Uh, maar het is ten goede van jezelf, dus dan is ja. het altijd goed. En ja. tuurlijk, ik heb nog steeds bepaalde mensen die ik altijd op nummer 1 zal zetten. Uh, moeder, mensen met de titels als mijn moeder. Dat zus, is wat ik bedoel. Vader, dat toch, dat ik soort bedoel. mensen, ja, ik, ik kan niet anders naar hen kijken. Sorry, Kijk oh, vanuit mijn kant is dat niet uh, uh, omdat ik geen nee kan zeggen. Het is nog erger omdat ik geen nee wil zeggen tegen die mensen. Precies. Ik wil dat niet eens. Ik voel ja. me er niet fijn bij. Nee, en dat heb ik ook Ik het wil is elke herkenbaar. issue oplossen. Ja. Ik, wil, ik wil dat je kan mij niet. belt. Ik kan wil niet dat je dat, mij nee. En ik, ik kan heb dat niet. ook. Maar ik probeer wel te laten zien van, als er wat is, ik ben er. En uh, um, ik hoop dat zij mij ook zo zien. Zeg maar als, ik zit even ergens mee of ik heb even hulp nodig. Als het iets simpels hè. Kom hier, hè? Neem je me. altijd op, maar uh, ik probeer wel altijd <laughs> terug te bellen. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> En zelfs dat is liefde, Mimang. Of juist dat is liefde. Ja ja, 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 ja. We komen achter dingen. Ik kom erachter hoe jij in elkaar zit. Uh, onder andere ontdek dat jij dus gewoon... Je geeft toe, ik ben niet de meest romantische persoon. Klopt. Uh, misschien da daarom nog leuker om deze liefdesquote aan jou uh, te presenteren. Want dat is wat ik... Uh, uh, in sommige afleveringen doe haal ik een liefdesquote tevoorschijn ja. uit de miljoenen liefdesquotes die er bestaan. Ja, ja, ja. Ja. En waarom doe ik dat? Ze zijn zo, uh, ja, sommige zijn corny, mm. uh, maar vaak gewoon waarheid. Uh -huh. uh, die gooi ik dan op tafel en daar wil ik op inzoomen met mijn gast. Ik ben benieuwd. En aangezien jij niet romantisch bent, ben ik benieuwd hoe jij hierover uh, denkt. Ze zeggen namelijk, liefde betekent niet een persoon vinden waarmee je kan leven maar iemand vinden waarmee je niet zonder kan leven. Hmm. dan vraag ik me af, uh, vind je dat een ongezonde gedachte? Van, oeh, ik zou niet met iemand kunnen leven. Of is er toch stiekem ergens een romanticus die zegt van, nou, ik hoop dat ik zo iemand vind die dat uit me haalt. Ja, ja. Wat, wat, wat vind je van die quote? Ik vind het tweede gedeelte van de quote vind ik, uh, vind ik mooi. Een persoon waarmee ik... Niet zonder kan leven. Juist. En uh, wat, wat, dat, dat is wat, wat, wat dat nou in me opbrengt, is betekent dat ik hoef niet altijd met je te zijn. Maar als ik je nodig heb, kan ik bij je zijn of kan ik dat gaan opzoeken. Oké. Okay. Uh, veel mensen koppelen liefde aan 24-7 op elkaars lip, doorgaan. Maar uh, uh, stel je voor dat ik iemand even niet spreek. Maar als ik weer met diegene ben, is het the same love as... Dus dat vind ik dan, en ik koppel het ook aan: uh, liefde kan in verschillende vormen. Je hebt de romantische liefde, maar ook liefde met je vrienden, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, als ik mijn beste vrienden van de middelbare school of basisschool tegenkom, dan heb ik de same energy. alsof we gisteren weer in de klas zaten. En dat is voor mij die zonder, het, het zonder-gedeelte. En dat vind ik ja. mooi. En ik hoop dat ik dat ooit in een vrouw ga vinden, man. Ja, dat is mooi. Uh, ik heb, je, hebt het dan over, je had het voorbeeld tevoorschijn van een vriend waarmee je zelf ja. een soort band hebt. Zeker, zeker. zeker. Uh, iemand hier aan tafel zei ooit van een soulmate hoeft niet speciaal een vrouw te zijn. Ja. Hij zegt: ik ben ervan overtuigd dat mij Matty dat dat mijn soulmate is. 100% mee. Eens. Dat vond ik bijzonder. Want ja, ik heb er nog nooit zo naar gekeken. Ja, ja. Jij bent het daar... Uh, 100%, ja, soulmate koppelen mensen heel vaak aan uh, een vrouw of je liefdesrelatie. Maar jouw soulmate kan ook gewoon uh, je maatje zijn. Die al jouw grappen begrijpt. Een maatje zijn. En soulmate kan ook een era zijn. Dus de Paolo, die ik op school was. Ah. is een hele andere guy als nu. Maar destijds had ik diegene nodig. Het is dus mijn beste wat hij van toen. Dat was yeah. echt mijn soulmate. Yeah. Dat wij gewoon een hele goede band hebben. Ik hoef die man alleen maar aan te kijken en, en we beginnen aan te lachen. Als ik hem nu zie, same connection. Omdat ik hem koppel aan, aan die dagen man. Mm -hmm. ja, en daarom vind ik het woord soulmate zo mooi. En nostalgie, dat versterkt het alleen maar. Mm -hmm. en vandaar dat je dit in verschillende vormen hebt. Je hebt toch ook een favoriete neef of neef? Yeah. Dat is dan jouw soulmate in je familie. Oké, okay, oké. Okay. Ah, dus er zijn ook nog verschillende soulmates, zeg jij? Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, man. Ja ja ja. ja, ja, ja. Waarom zou je beperkt tot één soulmate? Oké. Okay. Het maar één ziel, maar... He, toch? Ik, ja, 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 ik denk nee. van, nee, ja, verwen jezelf met soulmates, man. Tuurlijk, je kan ze niet uitkiezen, maar ik geloof er wel in dat ze in verschillende vormen zijn. Ja, man. Nee, maar het klinkt ook logisch, hè? want ik denk net, net als mij zijn er veel mensen die ook romantisch naar het leven kijken. Zoals, hè? Samen als ik mijn soulmate vind. Ja. Maar als je gewoon even uh, realistisch naar dingen gaat kijken, dus ook naar de liefde. Dus zeg je, maar, wie zegt, wie zegt dat dat één persoon is? Ja. Uh, uh, kan je maar bijvoorbeeld één keer je ware liefde ontmoeten? Wat denk jij daarover? Nee, ik denk dat je, uh, omdat je als mens zijnde verandert, denk ik dat je uh, ook meerdere liefdes. Ja, kunt tegenkomen. Maar leveren. de ware. Ja, je hoopt dat je haar tegenkomt. Maar als je, dan ga je ook naar die endless journey, toch? Dan ga je op zoek naar, ja. naar iemand die, die je niet eens kent, die niet eens bestaat. En dan ga je dat als maatstaf gebruiken, waardoor je diegene oh, ja. niet eens een eerlijke kans geeft. Oh ja, maar hij kan dit en dit niet. Mm -hmm. Dus hij is niet mijn soulmate of hij is niet de ware liefde. Ja. Nee, je hebt die ware liefde nooit ontmoet. Dus hoe weet je nou dat hij ja. of zij dat niet is? Oké. Okay. <laughs> is dat iets waar je überhaupt in gelooft, ware liefde? Um, ja, man. Toch ook? Ja, als ik naar de voorbeelden om me heen kijk. Uh, mijn vrienden bijvoorbeeld. die hebben echt. een relatie van tien plus jaar. En dat zijn gewoon jongens van. Uh, ja, begin 30, eind mm -hmm. 20. die gewoon al tien plus jaar. met oh, elkaar weer zijn. Ja, ze hoor je ook niet vaak. Nee. Maar ik, Als ik naar hun kijk. denk ik, oh, die boys hebben wel een ware liefde gevonden. Geloof jij dat je je ware liefde. mis kan lopen of nooit tegen kan komen? Ja, 100%. Er zijn meer dan. Uh, volgens mij zitten nu zelf, uh, hebben we de acht biljard of zo weet ik veel 8 miljard mensen wat er op aarde zijn juist ja misschien loopt mijn uh, liefde van mijn leven wel ergens uh, ja, ergens in de United States of zo en dan ga je die nooit tegenkomen Selavi man oké okay, ja. oké okay, okay. het is zo maar dan hoop je dat je iemand kan vinden die wel met je match want als jij gelooft dat je ware liefde maar één persoon is hoe groot is de kans dat je in Europa, man? In Nederland, Juist. in Rotterdam. Op die plek waar jij bent. kom man, Ja, ja, ja ja, ja. <laughs> ja. ja, de kans dat je de loterij bent is groter, man. Hé, hey, maar jij zegt dus, uh, soulmate kan in verschillende areas zijn. Ik ja, ga zeker. toch even weer terug naar Erik, hè? Mm. En dan zou Erik die soulmate zijn van die vrouw waarmee ja. jij nu gaat, wat jouw ware liefde is, maar niet jouw soulmate. Ja. Want moet jouw ware liefde ook jouw soulmate zijn? Wauw. Uh, ik maak het ingewikkeld, je hè? Je maakt het heel ingewikkeld. Ja, ja. je gaat nu, nu gaan we invullen. Oké, okay, wat is een Wat zijn een waarde liefde? Ja. Ik vind dat je ten alle tijden moet leven in het nu. En wat ik daarmee bedoel, als het nu goed voor jou voelt, dus die vrouw waarmee je bent, dan mag je haar kwalificeren als jouw waarde liefde. Dan mag je haar kwalificeren als jouw zonmeet. Als je achteraf erachter kwam, was het toch niet. Ja. At least you tried. Oké. Okay. Snap je? Ja, ja. Leven in het nu. Leven in, in het nu, het nu is wel belangrijk, man. Maar ja. als het om dat soort dingen gaat, geniet gewoon van het feit dat je met haar zit. Mm -hmm. uh, dat zij jou die love geeft, dat zij jou die aandacht geeft. Dat zij jouw uh, broodje voor je maakt. Geniet ervan. Ja. Uh, jij geeft net aan. Ik krijg het idee door de opmerking die jij net maakte: dat okay. jij niet zou kunnen met een vrouw die te clingy is, die 24 uur bij je wil zijn. Nee, dat is, nee, dat nee, is nee. echt niet voor jou. Nee, dat nee. gaat niet werken, dat weet je al. Nee, ook als ik het zie bij andere mensen die... Dan krijg je ook kriebels. Ja, sommige <laughs> relaties, dan zijn ze gewoon één mens, hoor. Nee, ja, ja. Nee, Oh nee. nee, dat is toch mooi? We zijn één. Nee, 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 ik vind dat echt niks. Ik vind dat jij... <laughs> jullie moeten samen iets hebben. <laughs> ja. Maar je moet ook individueel je leven hebben. Mm -hmm. Want uh, zonder dat ga je niet die spanning weer opzoeken... Of, of die nieuwe prikkels binnenhalen. Van, hey, wat heeft zij meegemaakt? Of heeft, ze komt met nieuwe informatie binnen. Zij moet de eigen hobby hebben, de eigen vriendengroep de eigen leven mm -hmm. en ik moet dat ook hebben. Ik moet ook mijn ruimte hebben ja. om naar mijn boys te gaan of om even uh, ik hou van boksen... of ik hou van sporten dat ik dat ja. gewoon even in mijn eentje kan gaan doen. Samen en je, tuurlijk... sporten? Nee nee nee, dat, nee. Je kan samen gaan sporten, maar ik moet ook gewoon even mijn ruimte, ruimte hebben. Ja, ruimte ja, hebben. Kijk much, vooral uh, ik hou van uh, ...ik zie er achter je platen staan. Ik hou van platen. Ik hou van ja. platen verzamelen. Ik heb ja. een aantal vrienden waar Nederlandse platenzaken zijn of of gewoon endless... over muziek gaan praten. Ja. Dat wil ik gewoon. Dat wil ik gewoon behouden. Ja. ja. Ik ga mezelf daar niet in beperken. En dan als je ook nog eens uit elkaar gaat. en dan samenkomt. en al die nieuwe informatie met elkaar gaan delen. dat, dat klinkt als een hele gezellige toprelatie. Ja ja, 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 ja. Maar, maar 24-7 elkaar? Nee, dat, dat zie jij niet, hè? Nee, Oké, ja. oké. Okay, okay. Nee, nee. Uh, Paolo van Love Island. Nee. Dat is nog steeds hoe je wordt benaderd. We gaan, na, we gaan ervoor zorgen dat na vandaag. dat dat weer iets minder is. Ja, ja, ja. ja. Waarom? Je hebt een toffe show. Thanks, die heet Invloed. Klopt. Ik vind het echt tof. Ik ben een maker. Dus ik zie, hé, nee, die doet het nog goed ook. Leuke voice-over strak. Ja, thanks uh, uh, Wat wil je daarmee eigenlijk? Uh, de reden dat ik Invloed ben begonnen, ik heb het samen uh, bedacht met een vriend van mij, Ricardo Dos Santos. Uh, het idee van Invloed is, ik ging naar Love Island, ik kwam terug. En in een maand tijd ben ik van Paul uit Rotterdam veranderd naar Paulo van Love Island. <laughs> mensen herkennen me, ze willen me op de foto, noem maar op. En ik dacht, wat is, het, wat is de reden dat mensen bekendheid zo romantiseren of tenminste dat ze daarna opkijken ook als je aan kinderen vraagt wat wil je laten worden ja ik wil influencer worden ik wil bekend worden ik wil weet je dat is vaak dat je als antwoord krijgt dus ben ik in mijn omgeving gaan kijken oké okay, welke bekende Nederlanders ken ik ja. en welke willen met mij in gesprek gaan om niet te vragen van hoe ze bekend zijn geworden want dat weten we allemaal maar hoe ze hoe ze met hun bekend gaan omgaan dus wat zijn de voordelen van bekend zijn wat zijn de nadelen Welke invloed heeft jouw bekendheid op je naasten, op je kinderen, op je moeder? Uh, welke invloed heb jij? Want je, komt, ja, je krijgt ook een bepaalde verantwoordelijkheid naar de jeugd toe, naar je volgers toe. En naar uh, dat soort verhalen was ik nou op zoek. En, uh, ik ben echt wel een nerd als het gaat om interviews checken, om uh, onderzoek te doen naar artiesten. Dacht ik: Oké, okay, ik heb dat al eenmaal. Ik voel me comfortabel voor een camera. Ik heb iemand waarmee ik goed samen kan werken en kan sparren. Let's make this man. Ja, en, ja, ja. Uh, ja, inmiddels zijn er twee afleveringen uit. Ja. En misschien wanneer dit uitgezonden wordt, is de derde al uit. En uh, ja, interessante mooie gesprekken man. Nee, leuk, leuk. Goed bezig. Ja, uh, I like it. Uh, ga het ook checken. Uh, op YouTube gewoon te zien. Invloed. Invloed, inderdaad. En dan kan je uh, mijn interview met Ems van Beroede Blok heb ik. En waarschijnlijk wanneer mijn derde uitkomt, is dat met Louis Tavares Dat is een glory kickboxer die gewoon mm -hmm. uh, wereldwijd gewoon huge is. Mm -hmm. uh, dus ja man, echt mooie verhalen. En het is ook een kleine knipoog voor de mensen die dat doorhebben naar Rotterdam. Want het zijn allemaal Rotterdammers die ik nu toevallig heb geïnterviewd. Ja. Het zijn ook allemaal Cafedianen die ik geïnterviewd heb. Dat is, dat is die easter egg die, die ik erin heb uh, verwerkt. Okay. Maar ik hoop natuurlijk gewoon mensen te interviewen die me inspireren ja, ja, ja. Uh, waar ik naar nou opkijk. En ik ben gewoon een type, ik, uh, I give my flowers. Uh -huh. uh, dus als ik vind dat iemand iets goed doet, laat ik het ook weten. V vandaag toevallig uh, kwam er een... Uh ik weet niet of je Edson de Grasse kent, dat is een. Uh, een presentator, presentator, toch? presentator, inderdaad. Ja. En ik had hem ooit een DM gestuurd. van... van Hé, hey, hey, nu je het zo zegt, er zijn best wel wat. Uh, er zijn een aantal aandacht... in de ja, game. Ja, zijn er, zijn er. ja, ja jullie zijn er. zijn er. We zijn zeker ja. aanwezig. Het is een klein groepje, shout-out naar hen allemaal. Ja, 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 sowieso. Ja, maar we zijn er. Mm. Dus ik had hem een berichtje gestuurd waarin ik hem aangaf: van... joh, ik vind het tof wat je aan het doen bent, omdat jij zorgt voor representatie. Mm -hmm. Ik zie nu iemand die op mij lijkt, die op TV is. Dus dat betekent Belangrijk. dat er ook een route voor mij is. Ja. En dat had ik dan tegen hem gezegd. En wat ik niet had verwacht... is dat hij dat bij een andere podcast... Dat hij, en dan had hij het daarover. Ja. Dan zei hij van... Yo, ik kreeg een berichtje van een guy... en ik besefte ja. me ineens van... Yo, ik ben inderdaad okay. iets nu moois aan het doen. Dus dat ja. was wel echt een mooi moment... van iemand zijn love show. En dat soort mensen... Uh, wil ik gewoon love geven in mijn, in mijn interviews. Want ik, ik interview ze met de reden. Ja. Uh, die boys van Broederliefde... ik ken die boys al sinds klein... of tenminste van de buurt. Mm -hmm. uh, ik vind hun proces mooi. Ik heb hem gevolgd. Dus dan ga ik hun... Dingen ook checken. Dat geldt ook voor Janice Blok, dat geldt ook voor Luis Tavares en dat geldt ook voor de mensen die ik hierna ga interviewen. Ja. Um, ik wil gewoon love showen, man. That, ja, ja. That's it. Nee, dope. Uh, blijf dat doen, want ja, Thanks, man. Dat, dat, dat zit in jouw toekomst. Uh, presenteren en wat ik doop ja. vind, want dat is ja. iets wat ik altijd promote, dat je het voor jezelf doet. Mm -hmm. Dat vind ik belangrijk, ja. man, dat we dingen voor onszelf moeten doen. Ik doe het omdat ik het oprecht leuk vind om te doen ja. en ik denk dat dat ook zo overkomt op camera. En, uh, en wat bedoel je met zelf doen dat ik het. Uh, in het eigen regie... beheer. Ja, klopt. klopt. In eigen beheer. K tuurlijk. Ik zoek nog samenwerking. Dus als er mensen yes. zijn. die yeah. denken van. hé, hey, maar dat is gewoon die professionaliteit waar je naartoe gaat. Maar in het begin dacht ik. hoe kan ik dit alleen. doen? Je wil doen? hem gewoon neerzetten in eerste hoe instantie. Hoe kan ik het alleen ja. doen? En ja. het is me gelukt, man. Ik ja. heb zero verstand van hoe camera settings en dit soort dingen. Ik heb zero verstand van hoe moet je een locatie benaderen. Maar ik heb wel een achtergrond. Ik heb gewoon zeven jaar als account manager slash project manager ja. gewerkt. Nou, die skills heb ja, ik ja. dan gebruikt om ja, 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 ja. dit vorm te geven. Ja. En ik heb het plan uitgeschreven, budgettering gemaakt samen met die vriend van mij. En mm. ja, dit is eruit gekomen. Dat, hoe mooi is dat dat eruit niets, iets is gekomen. En, uh, en wat ik hiermee wil laten zien is gewoon, als jij een doel voor ogen hebt, doe het gewoon. Ja. Want stel je voor het mislukt, zij is nog op dezelfde punt als toen je net begon. Precies, want je precies, het toen, precies. Je had het toen ook niet. Dus. Daar zit het hem in. Doen. Doen. Het enige wat ik meer heb, ik heb nu meer ervaring. Ik weet van, oké. Okay. En in de liefde gaan we ook doen. Ja, of dezelfde. niet. Of niet. Het is maar net, ik vraag uh, het uh, aan je. Of niet. Liefde is ook gewoon doen, denk ik. Want wat zie je voor jezelf voor de, uh, voor de toekomst? Uh, uh, heb je diezelfde lef in de liefde? Of uh, je gaf al aan van... Hey, minder als in... Uh, Zo'n onderneming. Ja, ik ben zelfverzekerd in wat ik doe. Ik, ik weet wat mijn kwaliteiten zijn. Ik weet... Dat als ik ergens voor ga, kan ik het organisatorisch goed regelen. Ik zorg ervoor mm -hmm. dat de processen goed zijn. Ik zorg dat alles strak is. Dat weet ik. Dat komt gewoon met de ervaring die ik heb meegekregen. Maar in de liefde. Juist. Ik voel dat <laughs> werk. Ik, ik voel dat werk. En ik weet dat dit nu goed voor mij werkt. Ja. Maar misschien kijk ik over vijf jaar terug en denk ik: oh, wat een sukkel. Ja. Nee, joh. Denk het niet. Denk het niet. De, de, de doen. De doen. Doen is, is het al dan. applaus waard, hè? Ja. Uh, Want uh, je hebt mensen met hele goede ideeën... Mm. waar ze al twee, drie, vijf jaar, tien jaar op zitten... Ja. en die belanden op het kerkhof omdat ze er niets mee doen. Stoffige ideeën worden het dan, man. Ja. Het is net als een, boek, nee. een, een topboek die je in de boekkast hebt laten zitten. Nooit heb Zolang gelezen. je niet doet dan stelt het geen reet voor. Nee. En, uh, uh, dat geldt dus ook voor de liefde, Paolo. Mm -hmm. <laughs> uh, kom daarachter hoe romantisch je echt bent, zou ja, ik je zeggen. Hebt gelijk, je hebt gelijk. Kom daarachter. Want ook zeg... daar moet je durven te vallen, hè? Nee, 100%. Ik zeg dat ik niet romantisch ben, omdat ik het ook niet doe. Omdat je, omdat je het nog niet hebt uh, ondervonden ja, van... Ja, maar je moet het ook gewoon doen. Ja, ja, ja. Uh, maar je moet wel voelen om te doen. Nee, klopt. klopt ja, ja. Maar je moet ook dus iemand moet ja, het, het... Resultaat, ik moet het resultaat ervan zien. ervan. moet het dus triggeren voor ja. dat ik het wel doe, dat ik ineens ook al die kaarsjes aan ga steken. En ik zie haar reactie en ik zie van: oh, dit is iemand die ik hoog heb zitten, die ik leuk vind en die vindt het leuk. Die, die krijgt een glimlach van het feit wat ik voor heb gedaan. Ja. Misschien verandert mijn perspectief dan. Ja. Snap je? En ik denk dat dat het doen is in, in liefde en relaties en noem maar op. Ik twijfel voor geen moment dat jij niet aparte berichten krijgt in je DM's. We gaan daar toch wat bovenop gooien. Right. Want waar kunnen we jou vinden, Paolo, sowieso? Op ja, het net. Ja, 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 ja. Waar moet ik zijn? Nee, als je mij wil terugvinden, dan moet je op Instagram. Dat is ja. gewoon uh, Paolo, E-A-U, op zijn Frans, en het bureau. Laagstrepen, dan ben ik gewoon te vinden. Als je, of als je gewoon Paolo Lopez vindt, dan, uh, dan, dan zie je me automatisch. Mm -hmm. uh, ik ben ook heel actief, actief op LinkedIn. Ik had nooit cool. verwacht dat dat een platform is wat ik veel zou gebruiken. Oké, okay, dope. Maar uh, LinkedIn zorgt voor heel veel uh, zakelijke gesprekken die ik voel, of mensen die mijn perspectief delen. Dus stel ja. je voor dat ik een. Uh, wat ik naast invloed doe, is ook gewoon maatschappelijke gesprekken of maatschappelijke projecten aannemen. Dus ik heb uh, momenteel ben ik bezig met het maken van een documentaire over jongeren in de wijk in Rotterdam. Ik, uh, ik heb samenwerking met de bibliotheken, waar ik bijvoorbeeld ga praten over. Uh, uh, over arbeidsongelijkheid of op de arbeidsmarkt. Uh, over vooroordelen die mensen over je kunnen hebben. Uh, mental issue. Uh, invloed van social media. Dus echt wel maatschappelijke projecten. Ik geef workshops aan kinderen. Of aan jongeren op het gebied van jezelf presenteren. En dat deel ik dan op LinkedIn. En wat er daaruit komt, is dat je gewoon een hele andere soort reactie krijgt. Als op Instagram. Dus ook een ander publiek. En daaruit komen heel veel nieuwe projecten. Of uh, een bepaalde waardering die je dacht van. Oh. Wauw, ik wist niet dat mensen dit ook zo zagen. Doop. Moraal van het verhaal: flow hem niet op LinkedIn. Daarvoor ga je naar Insta. Dat, dat, dat is eigenlijk uh, een goede conclusie van wat ik net zei, Maar Hou het daar. Dan gaan we niet. Uh... En, en, en als ja. je dat nog op Insta bent, uh, volg, like en deel alles wat je daar ziet van ja. Gilly's Love Line. Sowieso. Die support hebben we nodig. Sowieso. Uh, 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 volg me ook op Facebook, TikTok. Ook heel leuk oh, bezig. Like, volg nice. ook dat. Uh, uh, en hey, uh, spread the love zoals we hier uh, dat aan tafel doen, elke aflevering weer. Ik bedank je voor je komst, man, voor je energie. Uh, uh, leuke gast. Uh, Paulo Lopez. Check hem out en check invloed. Hey, voor nu kan ik het alleen laten bij if it ain't about love, it ain't about nothing. Ik zie je graag bij de volgende date. Yeah. Wow.